We zijn vandaag bij Toms Kriek, een van de fantastische visvijvers die in Nederland tegenwoordig rijk is. We gaan vandaag een originele battle doen, Jan tegen Jan. Normaal vissen we altijd samen. We hebben een rijk verleden als visser in allerlei koppelwedstrijden. En nu vandaag gaan we tegen elkaar opnemen. Het is tenslotte nog heel koud, dus om eerlijk te zijn, ik vis niet dagelijks op steuren. Dus ik weet ook niet wat die nu doen. Karpers, zou je zeggen, zijn nu heel voorzichtig in deze koude tijd nog. We gaan het gewoon zien. We laten het gewoon gebeuren. En er geen aas aan. Hè? Ja. Wat een blur, man. Kijk, zie je het nou? We zijn nog niet begonnen. En de misdaad regeert alweer. De haak schoot los. Ik denk dat hij niet goed in zijn bek zat. Dat vermoed ik. We gaan het nog een keer proberen. Valt me nog mee. Ik dacht dat ik al verder achter stond, maar dan zijn er een paar afgegaan waarschijnlijk. Nou, ik ben op weg naar de volgende. Dus, ik denk dat ze op de pallets gekomen zijn. En, ik heb het vermoeden dat ze nu aan het stofzuigen zijn. Volgens mij duik je gewoon met die neus de grond in. Ja, Jan, zullen we een bakje gaan doen? Nou, ik begin ze net goed te vangen anders. Is dit een afleidingsmanoeuvre of zo? Nee. De arm even rustig even. Ik span me wel op. Precies nou ik ze begin te vangen. Nou, als jij dat wil, jongen. Nou, er ging er net eentje af. Maakt niet uit. Het is misschien een mooie tijd om te laten zien wat voor materiaal ik gebruik. De haak
Dat is gewoon een van deze onderlijntjes. Een van de goede onderlijntjes. Nou ja, je ziet precies wat het is. Een haak 14, dan zou je zeggen dat is niet zo groot, maar waarvoor heb je grootte van nodig? Bij 2200ste onderlijn. 2200ste millimeter is de onderlijn, dat is 12 centimeter zoiets. Ik heb gewoon een knoopje aan een lusje gemaakt. En direct daarboven heb ik een aantal loodhageltjes, nummertjes 8. Nou, die zitten niet al te mooi op de lijn zoals je hier kunt zien. Vergeef het me voor deze keer. Dit is namelijk 30/100ste hoofdlijn. Dikker dan wij ooit gebruiken eigenlijk in de wedstrijdvisserij. En de hageltjes zijn te klein, die inkepingen die is niet, die zijn eigenlijk niet diep genoeg om die loodjes goed op die lijn te kunnen zetten. Dus gewoon één bulkloodje, alles bij elkaar. En dan peil ik de dobber zo af dat hij zo uit het water steekt, zeg maar. Nou, dan moet je het zo zien. De antenne staat altijd boven water, dus hoe zwaar zit je dan op de grond te vissen? 3 centimeter. En nog iets, kijk, dit is toch een redelijk stevig dobbertje, maar met dit soort vissen, dan zie je wat er gebeurt. Het dobberantennetje steekt bijna uit de dobber uit en dat dobbertje dat gaat sneuvelen vandaag. Niet omdat die dobber niet goed is, maar er komt wat kracht op zo'n dobber te staan, hè, als hier aan die lijn zo getrokken wordt door zo'n beest. Overigens, dit is een gewone normale connector die ik aan het einde van 4 mm dik elastiek heb staan. 4 mm, nou daar kan je wat mee doen. De hengel die ik gebruik is een JVS Titan. Nou, dat is fantastisch. Dus ik heb het altijd over die hengel over havenvisserij. Daar is hij ook fantastisch voor. Hier zie je, het topdeel ontbreekt. En is rechtstreeks in het tweede deel. Die elastiek die zit ongeveer tot hier. En dan zit hij hier gewoon met een bung. Met een van onze groene bungs. Zit hij eigenlijk vast. Daar zit een klein trapje aan om die strakker dan wel slapper te kunnen stellen. Nou, dat is eigenlijk het hele materiaal. Hele dikke hoofdlijn. Maar je kan niet op dit soort vissen gaan vissen met 1500ste of zo. Dan ga je gewoon veel te veel vissen verspelen. Het is weer een andere soort. Ik denk dat dit ook een diamant is, maar deze is wel heel erg blank. Ook al wat zwaardere vis, dat voel je goed. Ja, het is moeilijk te schatten, maar een kilootje of 8, misschien nog wel iets meer, is dit toch. Prachtige vissen zijn dat toch zo. Hè? Gelukkig heb ik deze gevangen, weliswaar in de staart, maar ik kom nu wat dichterbij bij mijn concurrent. Met de vis ben ik blij. Zwaarste voor vandaag. Ik denk die richting de 12 kilo. Ik vrees het ergste in dit geval, maar blijf vissen. Ik ook. Het is wel genieten, want meestal is het andersom. Helaas heb ik de strijd in aantallen verloren, maar het goede van dit verhaal, ik heb wel de grootste en de zwaarste en de langste gevangen. Dus uiteindelijk vind ik wel dat we 1-1 staan. Ik weet niet of Jan daar wat aan toe kan voegen. Of, ja, geen probleem, wat maakt mij het uit. Dus dan wordt het weer een revanche. Ik heb begrepen dat de trofee straks klaar staat voor ons, of tussen ons in. Dus dat wordt de uitdaging. Super dag! Ja, fantastische dag. Allemaal steuren vandaag. Nou, 15 vissen. Nou, dan een simpel rekensommetje leert. De kleinste, 4-5 kilo. Ik denk dat de laatste vis de allerkleinste was. Dat is ruim 4 kilo, denk ik. Maar ook vissen gewoon van ruim 10 kilo. En laat het nou gemiddeld eens 7 kilo zijn. Dat is volgens mij nog laag ingeschat. Keer 15 is ruim 100 kilo vis. Nou, dan maak je niet iedere dag mee. Zeker niet steuren. Wat mij betreft een superdag. Ja, wat mij betreft ook en voor herhaling vatbaar. Als je deze video leuk vond, reageer eventjes. Geef het even een duimpje. Een duimpje.
Zo'n duimpje.